kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom terug bij een nieuwe GTA 5 video op mijn kanaal. En dit keer weer met challenges. Ik ben hier samen weer met Duffy 13 die achter in de auto zit. Hallo. Hoi. Hallo Duffy. En naast me zit... Wauw. En hij richt op iemand en dat is... Mardiker! Mardiker! Oké, jongens, zullen we gewoon even rustig gaan met de Mexican standoff? Oké. Goed, in ieder geval, jullie hebben weer een challenge van ons achtergelaten. Vorige keer moesten we inbreken bij een legerbasis. Dit keer, Duffy, wat gaan we doen? Wij gaan volgens mij zoveel mogelijk winkels overvallen zonder gepakt te worden door de politie. Zonder gepakt te worden door de politie en dood te gaan. Nou, jongens, zijn we er klaar voor? Ik ben helemaal geladen, dus let's go. Oké, ik zie de allereerste winkel. De allereerste winkel zie ik al hier staan. We gaan er gewoon meteen op af. Oh, meteen niet. Oh, oeps. Ik heb lag! Oké! Okay. Wow! Oké, ik ben niet echt bepanserd of zo. We gaan gewoon naar binnen. Go! Hallo meneer, we hebben een vraagje. Heeft u misschien drank te kopen? Ik heb er geen tijd voor deze bullshit. Okay. Inleveren die handel! Oké. Kom op! Wacht, ik ga buiten klaar bij de deur. Oké, ja, je kan die stiller opschieten. Schiet op, man, drol! Opschieten, potverdorie! Mardik wordt ongeduldig. Ja, die man. Jongen, hij is gek, die Mardik! Schiet dan maar op! Ik giet heel zijn dingen kapot. Jongens, de politie komt. Waar is het geld? Ik heb het. Oké, 1200 redden voor ons leven. Oké, we gaan. Laten we hem wel leven. Natuurlijk laten we hem leven. Waarom? Hij heeft ons gezien. Ja. Oké, gassen, Mardik. Go. Oh man, ja, jij gaat voorin. Weet ik veel, ontsnap gewoon. Ik zoek een nieuwe winkel. Oké. Even kijken. Hier is een kledingwinkel. Kan dat ook? Nee. Oké, we moeten een stukje rijden. Daar naartoe. Tankstation. Kunnen we hier naar binnen? Wacht, hier zit je. Hier, nee. Gewoon gaan. Daarin. Mardik, we gaan meteen door naar de volgende winkel. Met politie en al. Ga door. Let's go. Go. Met politie en al gaan we dit overvallen. YOLO waterpolo. Oh, Mardik. Oh, man. Ik hoop echt dat Mardik goed kan rijden, man. Hopelijk is het geen Colin. Ja. Die kan echt niet... Of Kevin. Oh. Oké, ja. Nee, dit was een muur. Ja, dat zien wij ook. Dat is ook niet de bedoeling, man. Oké, we zitten nu op 1. Politie! Ja, wat doe je? Linksaf, Mardik! Ja, ik denk dat helpt gewoon de volle binnen. Nee, ik schiet gewoon op ze, hoor. Nee, Duffy, bescherm ons. Oké. Ja, ik doe mijn best. Oké, we zijn er bijna, jongens. Oké. Remmen. Let's go. Waar is de ingang? Hier. Hand omhoog. Ik kan het niet vinden. Jongens, ga door. Dit rode winkeltje. Oh. Jongens, ga door. Ik schiet op. Ik wil de politie tegenhouden. Go, opschieten jij, meneer. Mardik, jongen. Mardik wordt weer helemaal gek. Nee, Duffy! Hey! Duffy heeft me geslagen! Oh nee! Oké, ja, dan zijn we weer op nul, jongens! Oh, nou, wat een succes! Oh, in de politieauto! Ja, in de politieauto gaan we het gewoon doen! Ga jij maar rijden! Oké, ik ga over het dakje heen. Nee, we zijn netjes in de file, Duffy. Ja, maar... Oh, verkeerde lane. Ik hoor net dat wij een melding krijgen van de inbraak in de winkel, dus je reed oh, dan. Kut. Ja, daar gaan we! Ja, go! Duffy, zijn wij niet de inbrekers? Dat is de vraag. Nee, wij komen alleen helpen. Oh, ja. My name is Jarv, and I'm here to help. Oké. Ja. Oh! Ja, politie, hè, sorry. Wij mogen dit, oké? Politie mag dat. Ja, wij mogen dit. Zo! Hoppa, zo doen we dat. Mogen we ook de rood rijden? Oh, wacht, lampen, rotale dingen ja, aan. Nu mag het, doe maar. Woehoe. Ja, de patat wordt koud, doorrijden. Oké, shit man. Moet ik zeggen, frieten. Gast, waar de fuck moet... Waar heb je die waypoint gezet? Helemaal aan de andere kant van de GTA. En bij de stripclub volgens mij. Duffy. Ja, met Duffy. Daar wouden we toch naartoe? Ja, maar politieagent, wij mogen dat. Ik bedoel, ik heb donuts mee en zo, dus ik dacht, nou, dat kan. Yeah. Oké. Prepare yourself. Oké, wachten. Oké, dit keer ga ik niet de binnen richten. Nee, Duffy, jij gaat er niet door. Als je nog een keer in elkaar slaat, nou. Hallo. Okay, let's go! Mardik, jij ziet er echt heel stom uit in dat pakje. Waar is hij? Oh, is hier! Oh, hello, motherfucker! Oké. Schiet op! Waarom zit allemaal van die pointjes? Jongens, buiten is een man in het net pakje van jullie schieten. No joke. Huh? Wat? Je hebt hem gepakt. Kom op, schiet op, man! Waarom ziet ze er allemaal zo uit? Oh, jongens, hier liggen donuts. Donuts! Oké, we hebben geld jongens. Oké, we zitten weer op 1. We staan weer op 1. Let's go. Duffy, neem de donuts mee! Dat wou ik doen, maar we moeten weg. Oh shit! Oh, helikopter! Drie sterren! Oké, ga daar naartoe. Go. Die. Hoezo dan weer 3? Nu al 3 sterren! We zijn politie, we horen bij jullie, man! Hoe dan? Aan de kant! We moeten wel de vorige verbreken, hè? Tuurlijk, ja, dat is ook niet zo moeilijk. Hebben we nu al gedaan. We staan op 1. We staan nu... Oké, let's go. Ik probeer die helikopter te stoppen. Oh man, dit is echt chaos. Kut chopper. Oké, dit is dus okay, een tankstation. Oké. We zijn dicht bij Grove Street nu. Go.
Klaus, doe gewoon met sniper ook, want klopt. Schiet op. Ja, oh shit, no, oh, ja. Shit. Schiet hem maar op, Klaus. Oh, what the fuck, Duffy? Ja, nee, gaat goed. ik hoor iets ontploffen. Ja, gaat goed. Ja, schiet op, dude. Kom op. Oh, dan kun je politie, jongens. Dit is politie. Oh, shit. Ik heb het geld. Terug in de auto. Oh, Duffy! Manik! 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 Nee! Dude, really? Oh, je ging voor mijn fysiek, voor mijn dingen staan. Oh. Nou, we staan weer op nul. Deze is ernstig. Dit is ook wel een zieke auto, deze. Zo'n Amerikaanse, weet ik wat dit moet zijn. Heb jij even auto? Nou, dat is goed, dat is zo'n Amerikaanse hoedauto, ik zie je dat wel. Ja, precies, ik heb ook gejat van hoe het doet. Ik ben ook boos. Oké, laat maar even een waypoint zetten bij winkels waar meerdere winkels in de buurt zijn misschien. Ja. We kunnen deze pakken, dan kunnen we daarna door naar die en dan door naar die. Dan hebben we drie op een rij. Let's go, we moeten naar die. Oké, dat gaat lukken. We gaan eerst een beetje naartoe. Oh wat, ik krijg gewoon helemaal verkeerd meteen. Ja, ik wou zeggen, ik weet niet of die navigatie in deze auto zit, maar... Het is een intruder, jongen. Een nieuwe waggie. Gaat dat lekker hard? Heb je deze net nieuw gekocht? Ja, hij rijdt ook zo lekker snel. Kijk hem optrekken dan, jongen. Roem, roem, motherfucker. Manik, luister naar mij. Oké. Als je nog één keer Dylan vermoordt, schiet ik je door je kop. Nou, zit je weer in first person. Oh! Wat doe je met mijn raam? Auw! Ja. Oh, wat doe je nou weer? Ja, ik schrok, want ik had een arm uit het raam, oké? Dit is zo slecht. Oh. Ik sprak hem alleen aan en ze gaan meteen de ramen kapot slaan. Hoe agressief die Mardik. Nou, hé. Hey, ik wilde een bommetje in de auto loslaten, maar ik dacht nou... Oké, jongens, plan van aanpak. We gaan erin, we overvallen ze en klaar. Ik blijf buiten staan, denk ik. Oké. Ja? Ja. Oké, wachten. We gaan eerst doen. Eerst rustig naar binnen. Rustig. Okay, ik zet vast een nieuwe waypoint en laten we alleen richten en ja, vriendelijk zijn. Gewoon rustig. Even naar voren. Met de bom naar binnen rennen dus. Nee, gewoon hoi zeggen. Oh. Oké. Okay. Ja, te laat, klootzak. Oké, nou, ik ga betalen. Ik wil rustig naar binnen. Of hier iets is hoor. Mooi, we zeggen dan rustig. Ga jij daar achter maar zijn dingen weg halen. We zeggen rustig naar binnen. Mardik meteen. Ja, we dus met de granaat naar binnen. Vier stellen nu! Mardik, wat de fuck? Komt er niet gedaan? Ik heb traangas, zou ik dat gooien? Nee, niet naar binnen. Maar, misschien ook wel. Dood! Naar buiten! Hij schiet erin! Hij schiet erin! Laat de Mardik achter! Doei Mardik! Oh, ik kom jullie zo opzoeken. We gaan verder zonder Mardik! Doe, ik heb al een waypoint gezet. Go. Oh man, Mardik jongen. Oh! What the fuck, de SWAT zit achter ons aan! We hebben alleen maar ingebroken bij een winkeltje! Doe serieus! Ik heb meteen een wapen! Oh shit! Oh man, zigzag Diffy! Zigzag! Ik probeer die ding uit te schakelen, die kerel maar... Waarom rijdt een normale auto maar aan? Oké, die is dood. Dat is niet goed! Dat gaat niet goed, Diffy! We hebben meer nodig in deze auto. Nee, oké, we gaan naar binnen. Go. Wacht, hier, oké. Go! Stel! Oké, nu! Hoi, motherfucker! Nu! Geef me je geld! Hij rent weg! Oh shit! Waar is hij naartoe? Hij had een wapen! Wat is hier? Wat denk je van hiervoor dat hier geen wapens zijn? Ik lig lekker hier. Achteruitgang, werkt dat? Nee, werkt niet. Oké, wij zitten hier opgesloten, ouwe. Echt weg! The rescue! Mardik is er! Mardik, kom met een mooie... Mardik, out! Kom door de rescue met een boot! Shit, ik zit vast! Oké, ik wil geld! Nee, wacht, ik wil even dus mijn geld aan het pakken, wacht even. Laat die ja, laat Oké, 260 euro. Oké, jongens. Oh, jongens, ik word op de raam heen geknald. Oh, fuck dick. Oké, jongens. Oké, jongens, go. Nu. Wat is nu? Er zit een motor in de weg. Er zit een motor in de weg. Oh, nee, we kunnen niet naar buiten. Oh, man. Blijf je binnen, wacht. YOLO, ik gok het erop. Let's go. Oh. Ik ben ver gekomen. Maar nee. Nou, we staan weer op nul. We hebben een gepantserde auto. Goddammit. Hoe kan dit zo moeilijk zijn? Tijd voor de gepantserde auto. Alright boys, we geven nog een poging. We hebben nu een gepantserde auto van Duff, jongens. Ik kan hem herkennen van de vorige episode. Met één tankkogel kon tanken. Maar jongens, we gaan ervoor. Ja, dit gaat goed komen. We gaan er nu minimaal 5 achter elkaar doen. Vijf. Ah, ik denk wel 6 hoor. 6. Ik denk dat we niet verder komen als 2.
Laten we eerlijk zijn. Oh, kom op, je hebt een dreamteam. Ja, dit bak je meteen voor de oh, hij is plaatsen. Een beetje zwaar, de auto. Ja, hij remt wat moeilijk, omdat hij gepantserd is. Maar dat maakt niet uit. Godverdomme. Het is oké. Okay. Oké, okay, ik ga proberen. Oké, okay, we gaan proberen de eerste winkel. Maar deze gasten schieten terug, hè, deze winkels. Veel wel, ja. Dat is ja. Dus echt, wat is dit? Dit is dat agressieve buurt. Oké, okay, hier is. Ja, wacht even, rustig aan. Ja, wacht, ik ga vast een waypoint zoeken. Laten we zo meteen gewoon weer terug gaan die kant op. Dus waar is de ingang? Nog voor ons. Oké, okay, ik rijd een stukje door. Nee, jij bent door, laat me door. Oké, okay, mooi. Oh, deze. Hier is die. We gaan het doen, let's go. Rustig aan. Marnik, okay, rustig. Marnik, wapen weg. Okay. Hij is weg. Ja. We gaan eerst even gewoon donuts eten en drinken. Ja, hallo. Okay. Hallo meneer, wat verkoopt er? Oh, we verkopen stripboeken. Of niet? Roze donuts. Waar? Hier, roze. Mijn lievelingskleur. Oh, koop ze dan. Kan dat? Marnik, best wel. Ah, what the fuck! Oh, ik wil het kopen! Hé, nou gaat de politie achter ons aan! Nou, fuck het, hier ermee dan! Okay. Ik wil net wat gaan kopen! Helaas! Ja, ik kan niet stellen, kijk Marnik, mooie roze kleur hè, hier nou, mijn wapen. Oh, je geweertje ook al! Ja, pas op Marnik, als je me slaat, nou! Okay, we weer 4 sterren hè! Weer 4 meteen! Ja, maar... Ik probeerde jou gewoon één. Nee, ik probeerde jou niet te kunnen gaan. Ja, ik rij. Oh, jongens! Maar dat is een posie mensen hier zo, jongen. Oké, okay, we hebben de winkel 1. Waypoint, man. Je moet de andere kant op. Kut! Wow! Jij schiet vanuit binnen. Nee. Nee, wie schoot vanuit binnen dan? Wie deed dat? God damn it, iemand schoot. Oh my god. Ik zei 5, hè. Ik zei niet 1. Oh jeetje. Oh jeetje. En 2 helikopters alweer. 2! Oh. We zitten op 4 sterren, jongen. We zijn gewoon onschuldige mannen die een beetje geld zoeken. Ja, dat komt allemaal goed. Vertrouw me. Ontwijking verdeuveren! Allee! Ja jongen, dat komt allemaal goed man! Hatse plaats! Yep. links, rechts, zigzag! En links! Ops! Oké, okay. ja jongen, komt allemaal goed! Lekker bochie hoor! Cruise control! Ga weg auto! Hoppakee, mooi! Oké, okay. Jongens, ontspan, alles komt goed! Ik zeg, we gaan gewoon rechtdoor en hopelijk halen we dat gewoon! Oké, we zijn er bijna! Ja, maar er zijn hier wegblokkades! Oké, hoi! Ja, maar ik heb geen raam meer aan mijn kant, dus ik vind het niet zo fijn. Nah, joh, vond allemaal goed, Duf. Tikkie, oh, die politie deed het zelf, hè? Oh jee, weer een tankstation. Ja, oké. Okay. Oh, jezus! Oké, okay, go, we moeten opschieten! Nee, de politie heeft me al een paar keer geraakt. Ah, kut. Waarom kom ik hier niet uit, Mike? Hier met je geld, kom op! Hier, minister! Schiet op! Ah, ik word geraakt door het raam! Help! Zigzag binnen, zigzag! Schiet op, meneer de Chinees! Ik ga mijn body armor aantrekken, kom op! Uh-oh, ik heb heel weinig HP! Ik heb nog heel weinig HP! Oh, schiet op! Ik heb geschoten. Ik wil schuilen. Hoe doe je dat? Nee, met Q. Oh nee, je hebt zoveel controle. Nee. Ja. Oh man. Oké jongens. Ik wil zeggen, we maken een run ervoor. Oh, ik ben bijna dood. Run! Duffy, blokkeert me! Duffy, red door, please! Oké, go! Duffy rijden! Duffy gassen! Oh, ik leef nog! Fuck jullie bitches! Ik ga ervoor! Letterlijk, ik doe de auto deur open, word ik gewoon neergeschoten. Ik ga voor nummer 3. Ja, Duffy, kom dan snel! Kom op! Gas, kom op! Ja! Zonder me! Ja, no shit! Oké, okay. Daarheen! Ja, we hebben hem! Oh man, uh-oh. Hallo politie! Doei politie! Oh, SWAT, Duff! We gaan gewoon door het midden, oké? Okay? Rechts, sorry, ga! What? What the fuck? Sticky bomb die ons nou? Dus. Maar niet uit, we got this! Ah, Kito! Wat? No. Ik heb ons opgeblazen. We waren er twee. Alright mensen, dit was weer een nieuwe GTA 5 Funny Moments video natuurlijk. Ik was hier samen weer met Duffy en een keer met Marnik. Dankjewel boys voor het meedoen. Graag gedaan. Yeah. Vond je het een hartstikke leuke video? Doe zeker even een paar blauwe duimpjes omhoog natuurlijk. En laat even weten wat we moeten doen in de volgende video's met GTA 5 Challenges natuurlijk in de Funny Moments. Want ja, deze ging niet zo heel goed jongens. Nee, dit was moeilijker dan verwacht. Ja, what the fuck? Ik kreeg altijd 4 sterren zomaar. Ik weet ook niet wat het is. Ik kreeg zomaar 4 sterren. Het sloeg echt helemaal nergens op. Dylan? Nee. Nou! Ik zag het gebeuren, grap. Shit! Alright mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken. Later was het ziens. En peace.